een besneeuwde begraafplaats, te midden van de razzia's in Leiden, staat een groepje om een open graf. Het zijn vrouwen en mannen van boven de 45. De jonge mannen rouwen vanuit huis. Slechts enkele van hen trotseren de wraak van de nazi's om de laatste eer te bewijzen aan hun vriend. Het is 19 januari 1945. Slechts enkele dagen voordat Irawan Soejono 25 jaar zou zijn geworden. Maar de razzia's zijn deze verzetstrijder van Indonesische afkomst fataal geworden. Het is 13 januari 1945, rond 4 uur 's middags, als Irawan hier fietst met een stencilmachine achterop de fiets, onder een jute zak, waarop hij het verzetsblad De Bevrijding drukt. Er is net een razzia gaande. Nou, de Duitsers hebben arbeidskrachten nodig, maar niemand meldt zich. En ze besluiten de stad af te sluiten en alle Nederlandse mannen tussen de 18 en de 45 jaar op te pakken. Irawan ziet een aantal Duitse soldaten staan en beseft zich dat hij in de val zit. Hij vlucht. Vlak voor de oorlog komt Irawan als student sociologie naar Leiden. Als de universiteit in 1941, na de protestreden van Rudolf Cleveringa tegen het ontslag van zijn Joodse collega's, gedwongen moet sluiten, studeert hij verder in Amsterdam, maar blijft hij in Leiden betrokken bij het verzet. Hij is aangesloten bij de Indonesische studentenorganisatie Perempuanan Indonesia. Van echt studeren komt het vaak niet. De studentenorganisatie streeft naar een vrij Indonesië. Vrij van de kolonisator, Nederland. Maar ze vinden het racisme van de nazi's een nog groter probleem dan de koloniale macht. En ze besluiten Nederland te helpen door bij het ondergronds verzet te gaan. Daar hanteren ze de leus: eerst Nederland bevrijden, dan Indonesië. Er is van Irawan geen goede beeltenis bij leven. Ondanks dat Irawan de zoon is van de eerste minister van Indonesië en geboren is in een deftige adellijke familie uit Oost-Java, kent iedereen hem in de oorlog als Henk van de Bevrijding. Hij is het kloppend hart van verzetsblad De Bevrijding, dat 3 keer per week verschijnt. Aan het begin van de oorlog in een oplage van 3.500, maar aan het eind van de oorlog is zo'n 20.000 exemplaren uitbrengt. Nou, Henk schrijft voor het blad. Hij zorgt dat de kopij bij elkaar wordt gehaald, dat het gestenseld wordt en doorgegeven wordt aan de koeriers. Hij zorgt voor het papier, de machines, de radiotoestellen die de berichten uit Engeland ontvangen. En hij sjouwt dikwijls alles zelf. In koffers, handkarren of op een bakfiets. Hij is altijd in de weer. Nacht en ontij, weer of geen weer, gevaar of geen gevaar. Irawan mag dan uit een beroemde en machtige Indonesische familie komen met zeer voorname en invloedrijke ouders. Hij voelt zich nergens te goed voor. Ook niet als er naar de wapens gegrepen moet worden om de gehate bezetters voorgoed het land uit te jagen. Hij wordt ook lid van een Indonesische gevechtsgroep in Leiden. Na de bevrijding van Nederland in 1945 zal dezelfde groep ook vechten voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Irawan zal dit alleen nooit meemaken. 2 keer eerder weet Irawan tijdens een razzia te ontkomen. 1 keer door weg te rennen en 1 keer door uit een rijdende tram te springen. Nou, op 13 januari 1945 fietst hij door Leiden met een zojuist door hem schoongemaakte stencilmachine achterop de fiets. Als hij ineens een groep Duitse soldaten ziet. Nou, hij besluit te vluchten, want een controle kan er wel eens fataal worden. Alleen vluchten tijdens een razzia wordt niet gedoogd. Nee. De militairen schieten echt op iedereen die tracht te ontkomen. Een Duitse soldaat rent Irawan achterna en schiet hem door zijn hoofd. En hij sterft hier op straat. De stencilmachine wordt nooit gevonden. Waarschijnlijk is die in de consternatie die volgde voordat de Duitse soldaten bij Irawan zijn, door een vriend meegenomen. Meer dan 80 jaar wist haast niemand meer hoe Irawan Soejono eruit zag. Maar vanaf vandaag heeft hij weer een gezicht. Door het tumult in de stad vanwege de razzia's kan Irawan niet worden gecremeerd zoals zijn familie graag zou willen.
De stad zit helemaal op slot en Leiden heeft in die tijd geen eigen crematorium. En dus wordt Irawan tijdelijk hier begraven. Maar na de oorlog lukt het alsnog. In december 1946 gaat de urn van Irawan met de boot de Weltevrede naar Indonesië. Waar zijn familie, trots op hoe hij leefde voor land en volk, op zijn toewijding en moed, krijgt hem zo op 1 januari 1947 eindelijk weer thuis.